Als jullie vragen hebben, jongens, laat het maar weten in de chat. Want dan kunnen wij die vragen natuurlijk ook gaan beantwoorden. Degene met de meeste vragen, dat ga ik nu meteen ook zeggen. Degene met de beste, de meest awesome vraag, die wint ook een kopie van de Halo 5 game. Gesponsord door Live Kaarten. Dus sowieso natuurlijk een dikke shout naar Live Kaarten. Laat je vraag achter, zet die nice in de chat en dan gaan wij natuurlijk... Probeer het te beantwoorden. Althans, jij probeert het te beantwoorden. Ja, ik zeker weten. Ik heb Google hier op mijn telefoon liggen. Dus ja, heel snel intypen. Ik zou zeggen, spring in een potje en yes. Kijken of je wat schade kan aanrichten. Ja, zeker weten. Moet lukken, toch? Ja. Wat ik denk ik even ga laten zien, is de breakout. Lijkt me een goed idee. Ja. Verwacht niet. Maar er is toch wel echt een kans dat de breakout, de nieuwe game type in Halo, echt helemaal vernieuwend voor de Halo genre, echt wel groot gaat worden. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met Counter-Strike, waarin je Elimination speelt. Je speelt 4 tegen 4. Ja. Het eerste team wat volledig is uitgeschakeld, dus allemaal dood zijn. Die verliest. Nee, je spant ook niet opnieuw natuurlijk als je eenmaal dood bent. Nee, je spant niet meer opnieuw. En je speelt zo 5 rondes totdat er iemand hebt... Ik zie hier een vraag staan van gewoon Job. Hij zegt, wat is de grootste killstreak die je hebt gehad met SWAT? Met SWAT? Kilimanjaro. Ik denk SWAT vind ik niet heel erg interessant om te laten zien op het moment. Dat is toch een beetje een andere kant van Halo. Ja. Zeker leuk. Daarbij is one shot, one kill. Gewoon op het hoofd is een kill. Op de body zeker 5 shots of zo. Dus het is wel weer de headshots die natuurlijk belangrijk zijn. Ik vind het een goede vraag van Job. Want speel vooral SWAT wanneer je moeite hebt met die laatste headshot geven. Ga gewoon zoveel mogelijk potjes SWAT spelen. Want daar is het 1 shot op het hoofd is gewoon een kill. En zo pak je dus ook een Kilimanjaro op. Ja. Je speelt tegen 4 mensen in een match. En eigenlijk dus gewoon Kilimanjaro 7 kills op een rij. Had ik misschien even bij moeten zeggen. Ja. dus eigenlijk pak ik ook gewoon de spawns weer op daarna. En dat is, Heb je ook een vast spawnsysteem in Halo zitten? Of? Ik denk dat het is zoals bij elke andere shooter. Waar de enemy niet is, daar spawn je. Ja. Alleen hier in Breakout niet. Hier spawn je tegenover elkaar. Je ziet nu, ik spring er zo maar zeggen in. En de enemy team blauw doet dat ook. Ja, die spannen helemaal aan de andere kant van de map. Ik ga de rechterkant pakken. Ik zie dat niemand van mijn team daarheen loopt. Het is toch wel echt het lekker teammate. Ja, inderdaad. Het is toch wel lekker als iedereen dat een beetje doet. Oh, deze meneer is een beetje naar binnen gerust. En ik zie ook dat er twee... Oh, ik werd even door het afstandswapen gepakt. Nee, je kan natuurlijk ook gewoon in deze game nog steeds afstandswapens en al dat soort dingen natuurlijk oppakken. Ja, er liggen eigenlijk 2 power weapons. Maar dat zijn niet echt de power weapons van Halo, zoals je kent. De DMR is de power weapon. De battle rifle is het power weapon waarmee je dus van afstand grotere druk kan leggen. En er ligt een shotgun op de map en meer grenades. Grenades, dat zag ik ook wel. Grenades die zijn wel echt sterk, lijkt me. Want... Ze zijn sterker geweest in Halo. Ja. En ze hebben ze toch wel iets minder sterk gemaakt. Waardoor je er toch... van de vorige Halo's is wel duidelijk dat je af en toe een nadevest kreeg. Om het zo te zeggen. Je spawnde met 4 grenades. Zo. En dat was gewoon gooien vanaf je spawn en dan doodgaan. En dan kreeg je weer nieuwe, weet je. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Inderdaad. Had wel wat. Maar dit is niet echt de pro-gaming. Nee. Het is wel handig, denk ik, als ook iemand zijn schild weg is, dat je daar die granaten gewoon achterna gooit of daarvoor er naartoe gooit. En dat... Je krijgt eigenlijk iemand zijn shield ermee down. Iets wat eigenlijk in deze breakout match helemaal weg is, die shields. Hierbij heb je 3 headshots nodig. Eigenlijk is je held gewoon wat sterker dan in normaal Halo. Ja. Maar door dit competitieve spel, dat je echt 1-op-1 staat met iemand. Dat het echt team tegen team is. Zal het, ik denk dat dit toch wel groot wordt. Het is nu natuurlijk ook nog een beetje chaos, want je zit niet nu in teamverband. Nou, je zit wel in teamverband, maar je zit met mensen die gewoon lekker hun ding doen. Inderdaad. En niet kijken waar jij loopt. Spelen lekker een spelletje. Precies, gewoon, dus nu is het gewoon lekker erop afrennen, kijken wat je kunt gaan verrichten. Zeker. Ja, dit is toch, loopt toch even anders. Beanie, die heeft nog een vraag gesteld. Hij zegt, welke game mode is het beste te spelen als je straal bezopen met je vrienden wilt gamen? Warzone. Maar het was de masterclass waarin je wat beter ging spelen. Ja. Warzone speel je 12 tegen 12. Objective game type. Je kan lekker met een shotgunnetje en je biertje in een hoekje gaan zitten totdat er iemand binnenkomt. Ja, heerlijk. Gewoon lekker knallen erin. Warzone, zeker weten. Gewoon lekker met je assault rifle of met je shotgun gaan campen. Niels die vraagt, hoe weet jij alles over de game en hoe ben je pro geworden? Nou, hoe ben ik pro geworden is denk ik gewoon door 15 jaar dedication aan Halo. waarom weet ik alles over de game? Je vroeg het meteen al in het begin, hoe lang heb je gespeeld? Ja, 72 uur. Ja. Plus dat ik de beta heb ik eigenlijk gewoon de hele duur van de beta heb ik gespeeld. Ze hebben veel veranderd trouwens sinds de beta.
En ja, dat is wel eigenlijk waarom ik er veel van weet. Maar de community, ja, die blijft veranderen natuurlijk. Misschien zeggen ze wel, ja, die groundbout is gewoon drie keer niks. Ja. We gaan het niet gebruiken. Maar tot nu toe weten mensen er veel druk mee uit te oefenen. Dus dan, ja. Ja, het ligt, de game is natuurlijk nu pas 3 dagen ongeveer uit. En ja, het is nu natuurlijk ook nog kijken van wat wordt er heel sterk, wat wordt er niet zo sterk dat ze het nog kunnen tweaken allemaal. En zijn de makers van Halo ook zo dat ze dat snel updaten en dat ze het goed updaten? Eigenlijk hebben ze het een beetje laten weten bij Halo Master Chief Collection. Dat was gewoon niks en ze deden eigenlijk niks wat de community vroeg. Het hele spel doet het nog steeds niet. Maar ik denk dat dat komt omdat de eigenlijk bij hun de prioriteit ligt bij Halo 5. Zo, de beta heeft heel veel commentaar gehad en daar hebben ze ook echt dingen mee gedaan. Nou. Achievement! Woo! Lekker, ja, achievements, dat moet je hoor. Heerlijk, heerlijk. Goed gedaan. Niet omdat ik het zo goed deed. Nee, maar hij staat onderin je beeld. Hij staat onderin je beeld. Misschien dat is natuurlijk wel mooi dat ze dan nu wel proberen te luisteren naar de community. Ja, en ik verwacht ook dat ze dat blijven doen. Ja. Zoals die Needler die echt verschrikkelijk sterk is. Ik denk dat daar wel punten op komen van, nou, is dit echt wat we willen? Weet je, want je komt er niemand terug en hij is dood hoor. Ja, precies. Zelfs de perfect shot of misschien zelfs je rocket launcher dat je niet mee. Nee, is dat, je het echt, dat ze het echt gewoon goed kunnen gaan tweaken. Ja. Nee, dat. Iemand, Frankie, die vraagt: wat is de beste manier om goed te worden als je echt net de game oppakt? Als je hem net hebt gekocht? Nou, dan wil ik eigenlijk weer een vraag stellen: is dit de eerste Halo die je speelt of niet? Laten we voor nu zeggen ja. Dit is de allereerste Halo die je oppakt. Ja. Dan is het best wel een pittige game om op te pakken. Wat ik echt veel heb gedaan is Destiny. Dat, naar mijn idee heeft dat het meeste gevoel van Halo. Ik ben veel in de lucht. Ik gebruik echt boven en onder om mijn voordeel te halen op de tegenstander. Dat is iets wat je echt moet weten. En wat ik net ook al zei, ga SWAT spelen. Want daarmee oefen je je headshots. Ja. Als het echt de eerste keer is dat je controller oppakt, raad ik aan, headshots moet je gaan oefenen. Dus dat is wel pittig. Is de eerste Halo, ga SWAT spelen, zodat je een beetje die headshots erin krijgt. En uiteindelijk ga je dan over naar de power weapons en zo. Want ja, iedereen kan een rocket launcher bij iemand anders zelf. Ja, precies. Het is ook wel handig, denk ik, om niet alleen maar dan rocket launchers op te pakken. Want daar kan je natuurlijk gewoon raak mee schieten. Dat is gewoon erop afknallen en hopen dat je natuurlijk een van die kogels raakt. Maak ook het verschil. Ja, dus maar dat is, probeer ook gewoon verschillende soorten wapens uit te laten, zou ik zeggen. Zeker. Ja, dat is belangrijk. Gewoon soms een Magnum, soms dat. Gewoon Job die vraagt, wat vind je van de nieuwe Ground Stomp? Ik vind het echt geweldig voor de Halo-fanaten die het al spelen vanaf vroeger. In Halo 2 had je de BXR, waarbij je eigenlijk iemand in het gezicht sloeg. En dan was er de X-knop die cancelde eigenlijk je slaaknop. Maar toch had die ander al de damage gehad. En daarop kon je direct zonder animation van het slaan, kon je iemand meteen in zijn hoofd schieten. Ja. En de ground stomp brengt dat een beetje terug. Omdat ik om de hoek ga zitten, iemand in zijn gezicht springt en meteen een headshot kan geven. Je kan echt een fight die je eigenlijk duidelijk verliest. Jij bent shieldless, hij is nog full shield. Hij loopt misschien zelfs met een sniper op je af of met een assault rifle. Ja. Je kan het helemaal omdraaien. De ground stomp, het verandert de game. Ja, en ik zou hem ook niet altijd gebruiken. Nee, zeker natuurlijk niet. Nou springen je gewoon eventjes. Gewoon goed logisch over nadenken. Sowieso, netjes. Heerlijk. Dat is wel even lekker om die tattoo. En die was voor jou, Job. Ja, precies, Job, voor jou. Mikey, die vraag komt Halo ooit voor de PlayStation? Nee. Direct nee. Direct nee. Microsoft Studios maakt Halo. Die gaan dat nooit afgeven. Ja, dan. Nee. Het is wel echt, ik vind het ook wel echt een Xbox. Als ik denk aan Halo, dan denk ik gewoon aan Xbox. Ja, dat is de Xbox. Dus het lijkt me wel dat het daarop blijft zitten. Fonkies die vraagt, welke dingen zijn te overpowered op dit spel? Dus welke dingen moeten ze denk je nog slapper gaan maken? De Needler is momenteel echt, vind ik dan overpowered voor zo'n eigenlijk simpel wapentje. Ja. Weet je, de rocket launcher, daar weet je van, dat is gevaarlijk. Maar daar gaat iedereen voor, daar gaan teams voor. Teams die houden die span in de gaten. Teams zorgen ervoor dat je die niet zomaar kan gaan oppakken. Ja. Maar een Needler ligt gewoon ergens onder in de map waar nooit iemand komt. Waar je echt wel, daar kan je echt wel een verschil mee maken. Werk voor de rest vind ik de balans geweldig echt in Halo 5. Ze hebben het goed, ze hebben het in ieder geval goed gedaan nu. Zeker. En als jij iemand killt met bijvoorbeeld zo'n Needler, kan jij dan dat wapen ook weer oppakken? Ja, wanneer je iemand doodt met een wapen, kan je hem ook weer. Ja, dus als je iemand killt met een Needler, zou jij zeggen van pak dat wapen op en ga er zelf gewoon lekker door mee knallen?
Ja, ik zou nooit een Needler oppakken, want je moet gewoon die precision weapons gaan. Je wilt toch pro worden, dan ga je niet met een Needler spelen. Nee, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk. Nee, maar een Needler niet natuurlijk. Dat ligt maar net aan de situatie. Ja. Maar als jij iemand kan flanken met die Needler, kan je iemand netjes in zijn rug pakken. Maar sta je 1-op-1 met iemand die weet dat jij met die Needler speelt, dash die weg, wat nu echt in de game zit. En dan kan hij toch wel makkelijk de roze storm ontwijken die... Unleashed met het niet. Gewoon lekker proberen hem in de rug te pakken. Ja. Lijkt me. Het is niet goed voor mijn rank dit hoor. Ja, sorry man. Mikey Bol 2001 vraagt, waarom pak je altijd je pistooltje, je Magnum? Ik pak direct mijn pistooltje omdat ik daar gewoon veel meer druk mee kan uitoefenen op afstand. Daarbij, ja, de game is net uit. Ik wil nog steeds mijn aim beter krijgen. Zoals je ziet, volgens mij in deze hele game heb ik nog geen perfect shot geland. Waarbij ik gewoon 5 shots iemand strak op zijn hoofd geef. Dat wil ik gewoon oefenen. Momenteel, ja, care ik eigenlijk niet zozeer om de druk uit te oefenen. Of... Nee. Ik wil gewoon beter worden en dat word ik door mijn aim te verbeteren. Met mijn pistooltje, en met bijvoorbeeld. Team te spelen, ja. Ja, nee, logisch. Ja. Logisch. De Boy Who Games vraagt, lijkt een beetje op Advanced Warfare. Het lijkt een beetje op Advanced Warfare. Ik denk dat hij het een beetje verkeerd, dat denk ik verkeerd ook, bewoord. Ja. Ik denk eigenlijk dat Advanced Warfare iets te veel naar Halo toe is gegaan. Ik moet wel zeggen, anders aangepakt, ja. Toch de snelheid. Ik moet hem wel weer een beetje gelijk geven, toch? Toch de snelheid waarmee het gaat is wel echt veel groter. Ja, de game die loopt veel sneller dan... Ik was een beetje stil, moest even kijken. De game loopt natuurlijk veel sneller dan de andere Halo's, dus... Ja, daardoor snap ik de reference wel. Ja, zeker. Maar ik denk dat veel... Ik hoop niet dat shooters dat blijven doen. Dat ze gewoon op elkaar gaan lijken, weet je. Van, Advanced Warfare doet het goed, dus dan moet ik gewoon op gaan lijken. Alle gamemakers moeten gewoon hun eigen ding doen. En ja, dan krijg je gewoon unieke games erbij, wat Halo zeker is. Zeker, is helemaal gelijk, ja. Niels die vraagt nog een keer. Niels die komt met alle vragen hier, hoor. Hij vraagt, heb je ooit meegedaan aan een toernooi of iets? Of ben je ooit naar het buitenland geweest voor een toernooi? Ik heb meegedaan met de World Cyber Games in, nou, volgens mij is dat 2005 geweest of zo, met Halo 2. Tot 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar geleden denk ik, 9 jaar geleden. Daarbij ben ik in de finale gekomen. Sindsdien heb mijn maatje De Mello, even een dikke shout-out hier, hoor, Mello. heeft hij sponsors geregeld bij CNO om daar een beetje te gaan gamen. Maar dat liep stuk in Halo 3, helaas. Ah, ja, dat is maar met Halo 5, ik verwacht dat het gewoon helemaal terug gaat komen. En, ik zie je enthousiasme, je hebt er echt gewoon zin in. De spelbreker zoekt een thuis komt. Als je thuis komt, ga je gewoon meteen weer die game opstarten. Ik heb te lang niet gespeeld, ik moest net een half uur met je praten. We zaten net een half uur te wachten, dus ik wilde ook al lekker gaan spelen. Ah, dat komt wel goed, man. Je hebt nog alle tijd natuurlijk. Ja, zeker. Maar hoe sneller je beter wordt, hoe sneller je ook natuurlijk goed kan gaan. Want dan heb je een voordeel ten opzichte van de mensen die nog niet zoveel hebben kunnen spelen. Zeker. Ja, en dat is toch echt wel wat je ziet, weet je. Je gaat uitlopen. Het voornaamste is natuurlijk je aim, wat je gewoon goed moet doen. En moet je het gaan maken. En dat leer je alleen door veel te spelen. En zeker als je pro wil worden, moet je met dat team gaan spelen. En dat vereist gewoon veel tijd die iedereen erin stopt. Ja, dat klopt. Zeker weten. Beanie die vraagt, hoe zie je de Nederlandse pro scene voor Halo? Moet ik die echt beantwoorden? Ik hoop natuurlijk dat dat gewoon weer helemaal terugkomt. Maar ik ben bang dat dat echt heel erg dood is gebloed. Met de Master Chief Collection die echt gewoon verschrikkelijk flopte en het niet werkte. Waardoor eigenlijk nieuwe mensen moeten gaan komen voor die pro scene. Ik verwacht dat het een grote game wordt. Ik verwacht echt dat die... Maar dat die een beetje tijd nodig heeft om nu op te bouwen. Ja, zeker. Ja. Pak die rocket launcher op hier, hoor. Ja, daar kan ik niet meer schieten. Ik zei al, ik mag het niet oppakken. Ik kan het echt niet. Oh, wat doe ik nou? Nee, geen assassination. Heb ik dat niet uitgezet? Ja, dat was wel lekker. Even die tanden door de stoep. Hij was mooi. Het was een mooie, trap in zijn hoofd. Even die tanden door de stoep. Iemand vraagt aan mij, wat is je schoenmaat? De 43. Flying Gibbon die vraagt, hoe werken de nieuwe weapon packs in Halo 5? De nieuwe weapon packs, dat gaat meer over... Ja, het was een double kill. Met de rocket launch. Ik ben ook heel erg trots op mezelf. Ze keken niet eens. Nee, de weapon packs, dat is meer iets wat over Warzone gaat. Wil ik best wel eventjes over uitweiden. De weapon packs in Warzone. Je speelt Warzone, zal ik zeggen, met 5 verschillende bases. 1 is je home base. 3 bases zijn neutraal die je over kan nemen. En 1 enemy base. En in al die bases zit een computertje, of de requirement station...
waar je wapens kan gaan kopen. Ja. Die moet je eerst vrijspelen met je weapon packs. En die weapon packs kan je natuurlijk weer kopen voor 3 euro. Hè? Dat is altijd lekker voor Microsoft. maar dat hoort er gewoon bij. Maar je krijgt ook gewoon die punten met games spelen. Je krijgt XP, waarmee je level omhoog gaat. En je krijgt RP, requisition points, waarmee je dingen kan gaan kopen. Uit die pakjes haal je bijvoorbeeld een battle rifle die je kan gaan gebruiken. Of de rocket launcher. En in Warzone spelen voertuigen ook een grote rol. Waarbij dus Scorpion tank, Warthogs. Ja, ik zat gisteren al even te spelen. Nu krijg ik opeens 2 van die tanks tegen die iedereen af te knallen. Hey, en dan kom jij met je Magnum aan en je soldaat. Ja, nee, ik zat logisch na te denken. Wat je wel moet doen in Halo, logisch nadenken. Dus ik pak een RPG, ik probeer die tanks neer, schiet de teammates, rennen, komt die tank aan, bloem, iedereen dood. Ja, dat is echt wel, er moet echt wel team effort zitten in Warzone. Ja. Het is wel echt een vette game type en helemaal voor mensen die een beetje in de game willen komen, maar niet meteen zo fanatiek willen spelen zoals dit. Weet je, kijk, nu zag ik echt de rocket launcher, zat op zijn timer, die pak ik precies op zijn spawn nu. Ja. En ja, daarmee, zo hoef je niet te spelen in Warzone. Nee, maar het is wel wel leuk soms om natuurlijk even op te pakken, die rocket launcher. De rocket launcher is waar je gewoon de gratis skills mee hoort op te pakken. Ja, ja. De spelbreker pakt momenteel helemaal niks op. Ja, je ziet ook nog niemand hier. Nou, moet lukken met je RPG. Ik geloof in je. Ja, ik ga er ook gewoon voor. Deze, dit wordt gewoon... Ja, dit wordt een kill. Het moet worden. Oh, ik had hem! Hoppa! Wow. Bijna. Je had er weer een kill mee. Je gaat lekker met je RPG in ieder geval. Wie de beste vraag stelt, die kan zelf kans maken op de Halo 5. Dus stel, denk goed na. Verzin een hele goede vraag. En wie weet, krijg je Halo 5 natuurlijk als game gesponsord door Live Kaarten. Just Jesse die vraagt, wat is je of jouw gemiddelde kill-death ratio? Zou ik even nu niet bekijken? Ik klik meteen weg. Ik kan hem gewoon opzoeken. Ik ben nu toch aan het wachten op een nieuw potje. Dus ik kan hem denk ik wel eventjes laten zien. Ik weet niet of ik dat durf. Maar volgens mij gaat het redelijk goed. 1,4? Ja. Zoiets? 1,2? Ja, volgens mij staat hij nu... Maar ik vind ook... Kijk, ik had het er laatst ook nog over. Heel veel mensen die willen altijd zeg maar van jou of van andere mensen hun kill-death ratio weten. Zeg niks. Maar nee, want als jij in teamverband speelt, dan kan jij iemand bijna dood hebben. Pak je teammate hem op, heb je natuurlijk geen kill erbij. Of als je bijvoorbeeld in een andere game vlag of zo moet pakken, dan kan je de vlag gaan pakken. Geen kills pakken, maar alsnog het potje winnen. Mm-hmm. En is alsnog natuurlijk een goed potje. Dus kill-death ratio en dat soort dingen, dat maakt in games... Niet uit. Telt echt niet mee. Het maakt mensen eigenlijk helemaal niks vragen uit. Om level en zo, weet je, dat doet er niet toe. Nee. Wat het doet, is dat je met je team functioneert. En als je dan 3 kills, 16 deaths hebt, maar je hebt wel gewoon de contributie geleverd aan je team, dan kan het gewoon een goed potje zijn. Nou, 3-16 is wel extreem. Ja. Andersom, dat is heel goed. Maar kill-death ratio kijkt er nooit naar bij iemand. Het wil niks zeggen. En als iemand de hele tijd SWAT speelt, dan staat hij misschien wel 5.4. Logisch. Ik vind ook dat het meer moet draaien in games om natuurlijk gewoon te winnen. Je zag het net al toen je Sur speelde, Outbreaker, dat mensen die rennen gewoon lekker, alleen ze willen meer die kills oppakken in plaats van het potje te winnen. Ja, maar het is juist leuker om het potje te winnen in teamverband of met elkaar een beetje samen te werken. En dan, zeg maar, het is wel jammer dat je doodgaat natuurlijk, maar het is leuker om dan alsnog, terwijl jij dood bent, ga je team misschien het dubbel kill pakken omdat je hebt geraakt het potje te winnen. Ja, zeker. Wat ik trouwens net vergeten ben uit te leggen over de power weapons, is dat de echte power weapons, de railgun, de rocket launcher, de sniper rifle, de fuel rod cannon, die worden aangegeven op de map nu. Waardoor het voor casual players toch wel iets... Ik zag net al de railgun. Ja, inderdaad. Hij wordt gewoon aangegeven op de map. En dat was echt wel een ding in Halo. Dat iedereen die timede alle respawns van de power-ups en zo. Maar dat staat nu aangegeven voor de echte... De overpowered weapon, gewoon de echte power weapons. Dus echt het wapen dat je wil hebben, die staat gewoon voor jou aangegeven. En met ook nog de tijd erbij, de plaats erbij, alles. Dus je kan er eigenlijk gewoon omheen blijven lopen als je weet dat hij er komt. En dan natuurlijk hem op een gegeven moment oppakken. Ja, zeker. Je zit wel lekker met je pistooltje. Ja, ik blijf met mijn pistooltje. Ik zit te kijken. Ja, ik kan gewoon niet zeggen van ga even de kamer uit, hè, of zo. Ik kan wel weglopen, maar... Ja, dat vind ik niet zo lullig. Dat vind ik ook weer zo. Dan moet je van dat beeldscherm tegelijk kijken. COD Games die vraagt, zitten er bij verschillende soorten game modes?
ook verschillende soorten span-items? Of zijn het altijd dezelfde wapens die erbij komen? Er zitten wel verschillende. Het hangt een beetje af van welke game-modus je gaat spelen. Kijk, Team Arena en Team Slayer zullen dezelfde in zitten. Maar in SWAT bijvoorbeeld zit helemaal niks. In Breakout zijn eigenlijk de power weapons de precision weapons voor lange afstand. En volgens mij ben ik er nu één voor Team Slayer. Free for All. Nee, zit eigenlijk dezelfde. Ja, Team Slayer, Team Arena en Free for All zitten dezelfde power weapons. En je ziet nu ook dat die railgun er weer komt over 10 seconden. Ja, de railgun die komt er zo direct weer aan. En je zag kan al... Kan het! Oh. Ja. Hij wou hem graag hebben. Ik heb wel de druk nu weggelegd bij de railgun. Ja, dat klopt. En als ik nu als dus je in teammates naar samenwerken, dan kan je als, nu de als ik dat in teamverband had gedaan nu, dan hadden ze geweten de railgun is nu safe. En dan hadden wij de power, hadden we druk op kunnen, uit kunnen oefenen op de power weapons. Ja, het is altijd ook competitive gewoon 4 tegen 4. Ja, 4 tegen 4. Dus gewoon 3 mensen erbij proberen te zoeken. Gewoon Job die vraagt, als je wapen leeg is en je dropt hem voor een ander wapen, hoe lang duurt het dan voordat dat wapen dat je hebt weer ergens in de map gaat spannen? Durf ik eventjes niet te beantwoorden. Dat moet ik zeggen, heb ik nog niet helemaal op gelet. Wat ik wel weet is dat een wapen, en dat misschien beantwoord ik daarmee ook wel zijn vraag, een wapen kan meerdere keren spannen. Als ik mijn sniper heel lang vasthoud, dan spant er gewoon een andere op de map. En dat is iets wat in voorgaande Halo's, en waarom Job denk ik zijn vraag stelt, niet was. Als je een leeg wapen vasthield, dan spande die andere gewoon niet. En volgens mij spant hij nu dus wel. En dat is wel, ja. Ze zal wel een bepaalde tijd natuurlijk tussen gaan zitten wanneer die weer opnieuw spant. Yes. Ik vind die dat wapensje inzoom vind ik zo mooi uit elkaar knappen gewoon. Ja, het is wel echt vet, hè? Ja. En de 3-shot die je kan geven met dit wapen. Ik wil niet garanderen dat ik dat ook eventjes ga voordoen, maar... Kom op. Moedig aan de chat, jongens. Kan, kom op. Het kan, hè? Het gaat je gewoon lukken. Ja, misschien is hij shieldless. Dan lukt het me wel. Niels die gaat echt gewoon hard met de vraag. Ik zie Niels alleen maar in de chat voorbij komen. Ja, die wil Halo 5. Hij wil spelen. Ja, ik heb het door. Niels, ik snap het. Je staat voor Niels met de vraag. Ja. En anders ga je zeker eventjes naar de Spelbreker Twitch. En daar ga je even abonneren. Want ik doe vaak genoeg giveaways. Hey. Want Niels die vraagt nu, zit er ook een level en prestige systeem in dit spel? Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Ik heb er nog niet naar gekeken. Ik moet zeggen, prestiges, dat is iets waar ik normaal nooit om geef. Nee. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dat ik nu level 21 ben. Ik weet niet of ik kan prestige. Ik heb nergens een mogelijkheid. Krijg je er ook iets voor of is het gewoon een level die je ziet? Nee, ja, uiteindelijk krijg je bij bepaalde levels, zoals nu was ik net level 20, krijg ik een weapon pack voor Warzone. Oh, ja. Ja, eigenlijk gooi ik dat dus meteen weg. Ja. Wat wel leuk is dat je weapon skins kan gaan unlocken. En dat is nieuw in Halo. Ja, dus kan je wapen een beetje mooi maken. En je kan toch ook je soldier mooier maken? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt allemaal armor parts. Volgens mij 127 verschillende helmen. Zo. En ik gebruik nu ook een custom... Magnum. Joke. Ik gebruik nu een custom Magnum met een fall skin. Dat is eigenlijk de enige skin. Het ziet er altijd wel mooier uit. Het ziet er wel grappig uit. Standaard skinnetje dat je hebt. Zeker. Kijk, hij wist het hoor. Hij wist het al. Ah, hij stond mooi te wachten daar om het hoekje. Hij wist al, hij hoorde hem al, hè? Je kan het horen trouwens. Voor degene die nu al met. Is het geluid heel belangrijk? Of? Ja, het geluid is wel redelijk belangrijk. Zeker met die ground pound, waarin je duidelijk hoort. Ik weet niet of het geluid net aan stond voor onze kijkers. Ja, ik hoor hem in mijn oortje. Ja, daarom. Maar staat het geluid. Je hoort hem wel charge. Ik zal hem eventjes. Daar gaat hij hoor. Ja, ik hoor het, Uiteindelijk kan je gaan launchen ermee. En dat is toch wel, dat is wel belangrijk. En hoor je ook mensen goed lopen als je echt een goede headset hebt? Hoor je ze ook links? Ja, uiteindelijk zal je ze horen. Ik moet zeggen, dat is in Halo weet ik niet of je daar heel veel verschil uit kan halen. Want je hebt toch die motion sensor. Ja. Maar je kan mensen horen lopen. Is het ook mogelijk om die motion sensor of iets dergelijks te jammen dat je er niet op komt? Ja, zeker weten. Als ik ga bukken, dan kom ik niet op de motion sensor. Mm. Dat is toch echt wel iets waarmee kan je toch wel echt je voordeel uithalen. Helemaal als ik gewoon bukkend naar iemand toe zal lopen of bukkend ga flanken. Ja. Moet ik wel zeggen dat in Halo 5 ligt de actie zo hoog dat ik niet weet of je kan flanken met snelheid. Maar dat zal soms wel ergens een snipertje bijvoorbeeld in een hoekje staan. Die kan je gewoon heel makkelijk dan bukkend langs kom je lopen. Niet op zijn motion sensor. Maar je komt al sowieso niet op zijn motion sensor als hij down the sides aimt. Nee, want dan gaat natuurlijk die hele mooie sensor weg. Yes. Ja. Het verbaast mij dat er niet een vraag is gekomen. Spelbreker, waarom heb je geen kills? Ik dacht dat je hier als pro zat. die lees ik niet op, hè. Oh, die skip je. Mooi. Artie Kosova die vraagt, waarom zou u
Het spel aanraden. Ik beantwoord geen vragen, mensen die u zeggen. Je moet hem even opnieuw stellen. Waarom zou je het spel aanraden? Waarom zou ik dit spel aanraden? Nou, dit is voor mij in ieder geval echt gewoon... het monument voor de Xbox. Dit is waarom ik überhaupt een Xbox speel in plaats van een PlayStation, in plaats van een PC. Het verhaal, het hele spel. Ja. Ik vind dat je op zo'n manier plays kan maken in Halo. Dat kan je met geen enkele andere game eigenlijk. Door die shield die recharged, als je dat echt helemaal controleert en weet wanneer het recharged, dan kan je verschrikkelijk gewoon terugkomen. De snelheid, ik vind het, ik weet het niet, passie voor de game. Ja, nou ja, dat kan ik wel horen, dat is mooi, mooi om te horen. En veel oefenen, ik zit nu te kijken naar, je zit overal naartoe te rennen, wapens te pakken en aim is wel echt zo belangrijk. Ja, en je ziet nu ook heel duidelijk, als je niet aimt, dan lukt dat niet, hè. Nou ja, dat vind ik toch wel, dat vind ik altijd mooi bij Halo, is dat toch echt je als pro je veel beter kan definiëren onder de casuals dan bij een game als Counter-Strike of Call of... Nou ja, Counter-Strike trouwens niet, helemaal niet. Dat is echt competitive. Die neem ik terug, sorry kijkers. die neem ik zeker terug, maar in Call of Duty kan je redelijk makkelijk oppakken. Weet je, pakt die controller op en je neemt, wat ik in ieder geval nog weet van de games, je pakt een machine gun en in principe kan je er gewoon kills mee maken. Ja. En nu, als je echt gewoon geen idee hebt wat je aan het doen bent en je loopt maar ergens heen met die assault drive en je pakt wel een schieten keer, maar minder heb ik het idee. Je kan je echt onderscheiden van de rest, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Bami die zegt, ik blijf proberen met een vraag. Komt ie. Heb je tips voor een lifetime PC-gamer om beter te leren schieten op een console of op Halo? Een lifetime PC-gamer om beter te leren schieten? Ja, ga gewoon toch die controller oppakken, kerel. Ja. Het begin is altijd het lastig. Ja, het begin is zeker het lastig, maar je hebt een voordeel. Want wat ik in het begin heb aangeraden is, ga die bumper jumper spelen. Waarmee je dus op het bumpertje gaat springen. Doe dat meteen vanaf het begin. Want ik denk dat de dedicated console gamers, die denken echt, ja, wat vertel jij me nou? Ja. Moet ik ineens met mijn bumpertje gaan springen? Dat red ik niet. Ja, het is echt verschrikkelijk in het begin. Maar ja... Speel desnoods de campaign eventjes een keertje uit met Bumper Jumper. En je zult zien dat je went er snel aan. Ja. En hoeveel voordeel je eruit haalt, is het zeker waard. Dus aan de andere kant is het een voordeel als je geen... Als je nog niet op console hebt gespeeld. Ja. Nou, dat was niet zo'n mooi schot, man. Nee. Is het nu al voorbij? Ik ga, man. Zo, hé. Niels, ik denk dat Niels moet gewoon die game winnen volgens mij. In ieder geval, dedication ligt het niet aan. Vind je dat Niels die game moet winnen? Ik vind het wel. Qua dedication ligt, ik moet even zijn vragen even terughoren dan. Hij staat helemaal vol. Vraag. Hij vraagt nu, wat is er vernieuwd aan de nieuwe Halo game vergeleken met de vorige? Ja, dan heeft hij niet gekeken. Dan heeft hij niet vanaf het begin gekeken. Niels, dan gaat er een puntje vanaf. Ja, ik moet zeggen, er gaat wel even een klein puntje vanaf bij Niels, maar... Dedication ligt het niet aan, zei ik al. Nee, zeker niet. Oh, nee, dat ga ik echt niet kijken. Oh, nou. Oh, Frankie die vraagt nog wat een bumper jumper is. Oh, de bumper jumper. Nou, kijk eventjes deze op het YouTube-kanaal, dan kan je hem terugkijken, dan legt hij het uit. Inderdaad. En ik leg hem nog even kort voor je uit, hoor. Bumper jumper is dat je in plaats van op de A-knop, ga je met je bumpertje springen. Oftewel, boven je aim-knopje, dat knopje. Ja, inderdaad. ze kunnen het zien. Yes. Dat is wat makkelijker, zodat je niet van je aimknop afgaat met de dat springen. Is, ja, inderdaad. Je blijft gewoon met je andere duim blijf je op je aimknop zitten. Wat echt gewoon verschrikkelijk belangrijk is. Cold Games die vraagt nu wat jouw schoenmaat is. 50. En, echt? Ja, inderdaad. Mooi, joh. Moet ik hem even uitdoen voor je? Als dat uit kan. Ik zal eens even kijken. Hij gaat zijn schoen uitdoen, hoor. Ik schrok ook echt verschrikkelijk. Ik liep echt vorige week in één keer de Nike Store in. Ja. En ik paste gewoon die 49 niet. Wat is dit nou weer, man? 50. Maar ja, ik weet niet zo goed of me dat gaat helpen om beter te worden. Maar, nou, misschien ooit. Misschien als je binnen kon stappen en... Ze zien je schoenen, dat zal weglopen. Ja, daarom. Ja, ik denk dat jij zo direct wegloopt, dat zal wel stinken, joh. Ja, ben ik wel gewend. 50. Ja, ik vind het ook echt... Ik schrok er ook van, hoor. Ik zie die hele chat, 50. Ik dacht dat alleen bij bowlen was dat ik die 50 aan moest. Hebben ze die schoenen bij bowlen wel? Ja, bij bowlen. Ja? Dan moet ik echt die maat 50 wel aan. Maar ik dacht, oh, dat is alleen bowlingschoenen. Maar de Nike's dus ook. Ja. Iemand... Mikey Bol die vraagt, wat vind jij de beste Halo game? Nou,
Ik durf bijna te zeggen, Halo 2 heb ik echt gewoon meer tijd in gespendeerd dan dat ik over straat heb gelopen. Maar zo. Halo 5, ik vind hem zo vet. Ik vind hem, ben nog nooit echt zo enthousiast geweest over een game nadat hij uitkwam. Helemaal misschien door de teleurstelling van Master Chief Collection. En ik vond Reach, Halo Reach vond ik ook niet echt lekker. Ja, ik zou Halo 5. Ik ga toch voor Halo 5. Ja? Ja. Nu al, na drie dagen tijd. Nu al, na drie dagen. Dat kan alleen maar een goed jaar worden natuurlijk voor jou. Ja, nee, echt... Meteen richting die sniperrijvel. Ja, ik wil toch... weet je, als ik dan toch een livestream aan het maken ben, dan moet ik toch even proberen een play te maken. Kan je eigenlijk ook hipfiren met de sniper? Je kan een hipfire maken, zeker. En hij is ook verschrikkelijk accuraat. Alleen je hebt nul auto-aim, waardoor het wel echt moeilijk is om te noscopen. Ik denk dat ja, maar het is niet zo dat je kogel ineens linksboven in je beeld terechtkomt. Nee, helemaal niet. Je kan echt... je kan er wel dik mee schieten, ja. Moedig hem aan, jongens. Hij kan het met zijn sniper. Helaas. Twee man. Ah, jammer. Het is al zo jammer als we met z'n tweeën komen. Ik kom er eentje aan. Ja. En toch, met Halo maak je toch echt wel goede kansen tegen twee man tegelijk. Helemaal als je gewoon een beetje je environment gebruikt. Een beetje heen en weer springt. Veel om je heen kijkt. Ja. Misschien zelfs een wapen oppakt of laat vallen tijdens de play. Beweeg jij ook zoveel mogelijk als je een vijand ziet staan van de hele heen en weer en alle kanten op? Want buiten wat ik in het begin heb uitgelegd over de perfect shots die belangrijk zijn, is het nog belangrijker is dat je die perfect shot natuurlijk niet in je gezicht krijgt. Dat is nog veel belangrijker. Ja, dat is waar. Dus gewoon zoveel mogelijk bewegen. Dus streef heen en weer, gebruik die dash waarmee je echt mooi weg kan komen. Of zelfs de ground pound als je die een beetje door hebt, die toch wat lastig te gebruiken is. Dus, dan kan je goed door de map heen springen. Is Halo te vergelijken met Call of Duty? Vraagt Fonky. Ik denk nu met Halo 5 meer dan ooit. Maar nog steeds liggen het wel... Ver uit elkaar. Zeker ver uit elkaar. En dat komt voornamelijk door dat shield. Ja, en het beweegt ook iets langzamer allemaal. En je hebt natuurlijk meer kogels nodig om te kunnen killen. En er zitten heel veel verschillen in. Maar het is wel natuurlijk een first-person shooter. En dat blijft wel altijd... natuurlijk hetzelfde. Ik ben zelf een Call of Duty speler. Ik heb gisteren dan even Halo gespeeld. Vandaag ook nog even. En het voelt wel gewoon lekker als een first person shooter. Maar het is natuurlijk wel heel anders van hoe jij moet rondrennen en alles moet gaan doen. Ja, zeker. En wat natuurlijk Halo helemaal onderscheidt van Call of Duty is dat je weapon pickups hebt. Hè? Je hebt geen loadouts. Nee. Iedereen spant altijd. Je hebt altijd die twee wapens. Ik begin altijd met mijn Magnum en met mijn assault rifle. Waarschijnlijk zal de echte pro zien. Zullen ze Battle Rifle weer als starting weapon doen. Maar misschien dat ze het bij het Magnumpje houden. Omdat die eigenlijk wel vergelijkbaar is met een Battle Rifle. En dat ze echt de Battle Rifle op de map houden als een soort met power weapon. Waarmee je misschien toch iets edge kan krijgen. Laat nu trouwens... niet nu. Ik laat nu even de plasma kennis te zien. Nieuw wapen. Zo. Schiet je één keer, dan unleash je eigenlijk een sticky grenade. Een sticky grenade is eigenlijk een grenade van de aliens. Ja. Hou ik hem ingedrukt, dan blijft hij ook daadwerkelijk op iemand plakken. En gaat hij een stuk harder. En eigenlijk kan ik daarmee een one-shot gaan landen. Hij ziet er wel mooi uit. Zo. Hij ziet er leuk uit. Hè? Ze hebben ze goed uitgelezen met die engine. Even kijken of ik er ook wat mee kan gaan. Ja, we wachten in spanning af, man. Volsmart. Daar komt hij aan, hoor. Het moet lukken. Is dat wel een hit? Oh. Je laat me ook kennen. En dat is wel wat belangrijk is in deze game. Laat je niet kennen, speel geduldig, weet je. Ja, ik zag al, je wilde erop afrennen, maar... Maar dat is het logisch nadenkpuntje eraan. Als je, geduldig, afwachten en zeker niet wanneer je gebeten wordt, om het dan even zo te noemen, wanneer iemand je eigenlijk gewoon een beetje uit je tent aan het lokken is om naar hem toe te komen, doe het niet. Ja. Want grenades op dat moment kunnen gewoon verschrikkelijk het verschil maken. Plus de shotguns waarvan je nooit weet of die hem nou daadwerkelijk hebt, ja of nee. Want dan pakt hij je gewoon meteen op. Ja, nee, logisch. Niels, die herstelt zichzelf nog even en hij vraagt, als de game er niet zou zijn, welke game zou je dan... nu spelen? Of zou je totaal iets anders doen? Dat kan natuurlijk ook. Je speelt al 15 jaar. Enkel zoeken aan het zijn naar zo'n leeg gat. Wat ergens hier in mijn hart is. Wat niet op te vullen is. En ik weet niet of ik daar een andere game dan Halo mee op kan vullen. Maar ik vind Destiny erg leuk. Maar te casual naar mijn smaak. Ik denk dat ik dan nog steeds Halo. Of niet hele Counter-Strike zou spelen. Nog wel of, steeds een shooter. Het moet een shooter zijn. Ja. Het moet een shooter zijn. Nou, we hebben hier een echte Halo-fan zitten, jongens. Maar daarbij zit het uur erop. Ik wil je nog één kans met sniper, man. Ik moet die kill zien. Twee kogels. Oké, twee kogels. Je hebt er toch maar één nodig. Ja, je hebt twee kills.
Oh, 2 kills. Oh, ja, maar nog tuurlijk, beter. Tuurlijk. Nog ja, beter. Ja, 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 ja. Ik ga nou eens even goed opletten. Oké, okay, oké. Okay. Jongens. Daar gaat hij. We wachten geduldig op. Oh. Oh. Nou, wat gebeurt er? Het potje is afgelopen. Nu weten jullie nooit. Of, nou ja, de enemies zijn weg. Jullie weten nooit of die hem gaat krijgen. Ik weet nooit of die gouden kogel. Hoe loopt dit af? Nou ja, was wel een teammate, maar ik had er wel één. Maar netjes, netjes, netjes. Jij hebt hem nog kunnen halen. In ieder geval mensen, hij heeft de kill nog kunnen pakken. Hierbij slaat hij deze. Ik wil die één hebben, hoor. Ik vind het echt. Je zit er echt lekker in, man, in Halo. Ik vind ja, het echt vet zeker. Opzien. En het wordt allemaal veel beter. En ik wil toch zeker alle kijkers even vragen. Hou de spelbreker in de gaten. Op Twitch, op YouTube, want Halo 5... Wat is je URL-link? www.twitch.tv/despelbreker aan elkaar. Zoek me anders op Xbox Volg Live. Hem. De spatie spelbreker. En je ga lekker met me meespelen. Ik zoek nog steeds echt een vast team om mee te gaan spelen. En ik ga morgenavond om 8 uur begin ik mijn livestream met de Legendary Campaign. Die wil ik helemaal in één ruk gaan uitspelen. Wees erbij. En wellicht ben je wel degene die gewoon met me mee kan spelen. Ook leuk. Ik zou zeggen jongens, check hem uit op Twitch. Volg hem eventjes. Volg natuurlijk ook deze stream op Twitch. Want we zijn natuurlijk heel vaak weer terug. Bijna elke donderdag met een nieuwe IGN Masterclass. Dus ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze Masterclass. Ik vind wel dat Niels de Halo heeft gewonnen, toch? Ja, maar gaat hij spelen? Gaat hij spelen, Niels? En gaat hij mijn Twitch volgen? Dat vind ik nog veel belangrijker. We nemen wel even contact met je op, Niels. En dan weten we zeker weten. Hey, Niels, hartstikke bedankt maar voor je enthousiasme. Allemaal bedankt voor het kijken, mensen. We willen natuurlijk HyperX Live Kaart en IJzer nog bedanken voor het mede mogelijk maken van deze livestream. We hopen dat jullie hebben genoten. We hopen dat jullie iets hebben geleerd. Mocht je nou de livestream hebben gemist of iets dergelijks, of mocht er iets tussendoor zijn gekomen, kun je natuurlijk altijd op het YouTube-kanaal van IGN de livestream en alle vragen en alle tips terugkijken. Met natuurlijk nog extra video's erbij. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Geniet nog van je dag. En volg me op Twitch. En tot de volgende keer, hem mensen. Ook, hè? Ja, mij ook. Hey, later. Bedankt, man. Dankjewel, super was leuk. Vet. Bedankt, jongens. Doei, doei.